Hallo mensen, dit is Mr. Dutch Gamers en vandaag doe ik een tutorial in Visual Basic. Tutorial in Visual Basic. Zoals de titel waarschijnlijk van het filmpje al zegt, ga ik jullie laten zien hoe je geld verdient in Visual Basic. Of met je Visual Basic programma of creatie, weet ik hoe je dit wil noemen. En laten we maar meteen beginnen dan met Visual Basic te starten. Ik gebruik Microsoft Visual Basic 2010 Express. Je kan eigenlijk alles gebruiken hiervoor. Zolang het maar Visual Basic 2010 is, want als het Visual Basic 2008 is, loop je het risico dat de codes niet overeenkomen. Maak een nieuw project. Ik ga het project noemen Windows .l clock, want we gebruiken hiervoor adfly of adf.li. Waarom het zo rare naam is, weet ik ook niet, maar het is eigenlijk heel simpel. Ik kwam op het idee toen ik nadacht en toen zei ik tegen mijn vriend: zou dit niet een goed idee zijn om te kunnen doen? Ik zei: ja, dat is op zich wel een goed idee. Dus Windows State, nou dat is allemaal goed. Even een timer moet je toevoegen, 2 timers. Oh, hier moet je die doen en hier. De eerste timer. Dat is de timer WB, timer van de webbrowser. Die gaat onder seconden, dat is 1000 milliseconden. Dan moet je enabled through doen. We gaan even opslaan. En dit is de timer time. Die doen we om de 500 milliseconden. Die zorgt ervoor dat de tijd naar het label 1 gaat. Doen we label 1 of nog een label. Doen we zo. Even de tekst veranderen. De time is. Oké, en dan label 1. Oké. Dit is webbrowser. Dit is time. Timer.tick label 1.text is date. Wacht, even kijken wat voor een datum dingen we allemaal hebben. Date en time, denk ik. Oh. Date. Time of day. Ja. En date. Zo. Time of day. Kijk. Oké. En dan willen we hem even laden, dat hij meteen ook het laden het goede tijd zet en dat je niet iets anders ziet, weet je wel. Label 1.text is time of day. Zo. Nog een label erbij voor de datum. Text is date. Dan moet deze dan wel. Nee. Is. Welke was het nou ook alweer? Date to. To.
Deze. Hop. Even uitvoeren. Dan staat er de tijd. De time is. Nog eventjes. Zo. Je kan dit trouwens in alle programma's doen die je zelf hebt gemaakt. Oké. Nu gaan we een webbrowser toevoegen. De webbrowser die hoeft niet visible te zijn. Dus die mag invisible zijn. En dan komen we bij deze. We gaan naar My Project. Doen setting. En setting naam doen we de link. Zo. Oh. Dat mag dan dus niet. Nou ja. Doen we alleen het achterste gedeelte. Of zo. Ja. Of zo kan deze wel. Kan ook niet. Damn. Oh, mag je geen punt? Doen we alleen de code. Waarom niet? Jezus, hé, wat is dit? Hoezo niet? Nou, dat skippen we dan en doen we het op een andere manier. Oh, dan gaat hij zeker die help open. Dan doen we webbrowser.navigate. Doen we die URL. Eventjes die twee kommaatjes. En dan if webbrowser.url is then webbrowser. Oh. Misschien nog dat. Dit is de eerste keer dat ik het doe. Dus misschien zien jullie dat ook. Punt. Document. Kijken of die er is. Document. Tekst. Dat doet hij niet. Nou ja. Oké, en nu gaan we nog een timer toevoegen voor de derde link. Dan doen we elke 5 seconden. Nee, elke 6 seconden. Want Ad heeft een wachttijd van 6 seconden. Of 5 seconden, maar gewoon 6 seconden eventjes voor. Wacht, deze moeten we disabelen. Nou, timer tot en nee, is vals. Timer dot stop. Timer tot en is true. Dat start. Oké, mooi. Dat tik. Hebben we. Nou, wel typen. En dan navigate. Even haakje. Of haakje, komma.
top. Timer. Dat enabled is vals. Nou, dit is dus de code. En nu, als het goed is, al wacht, we moeten die timers starten. Tot start. Zo. Oh, als het goed is, moet je nu zo'n klik horen van een website. Gewoon even wachten. Wacht, we gaan. Ik zag wel de muis bewegen. Misschien is dat een goed teken, misschien ook niet. Van dat die bezig is, bedoel ik dan. We gaan even zo doen. Kijken wat die doet. Voilà. Hij doet het, dus dat is mooi. En dan moeten we even zorgen. Waarschijnlijk als die niet visible is, krijg je ook dat geluidje niet. Wel. Ja, en dat was het eigenlijk wel. Waar is die code nou weer? Dat was het eigenlijk wel. En ja, je kan meer dingen toevoegen door meer timers te doen en meer van dit soort dingen. De code die doe ik uiteraard in de beschrijving van het filmpje. En bedankt voor het kijken. Like even, subscribe even. En laat even een leuke reactie achter alsjeblieft. Bedankt voor het kijken en tot ziens.